Ik denk dat het belangrijk is dat de mensen goed geïnformeerd worden over zaken. Soms komen berichten veel te laat bij de bevolking. En er zijn natuurlijk mensen van de regering die zeggen, ja Guns, als je die dingen eerder zou doorgeven, dan zou het nog meer chaos brengen, et cetera. Maar ik denk dat je hebt gepleit voor transparantie. Je hebt gepleit ervoor om integer beleid neer te zetten. Nou, dan moet je zo integer mogelijk zijn en zo direct mogelijk zijn met je informatie naar de samenleving toe. En ik vind dat daarin het behoorlijk rommelt. Trouwens, over het algemeen zijn er klachten over de communicatie van de regering, dat dat beter moet. Dus ik denk dat er daar behoorlijk wat werk aan de dag gelegd kan worden. Er zijn bijvoorbeeld nu plannen om te gaan protesteren, morgen of vrijdag, heb ik begrepen. Vrijdagmorgen is dat. Ja. Nou, ik denk, je zou de mensen ook de wind uit de zeilen moeten halen door in te komen. Weet je, door uit te leggen, direct uit te leggen, fatorisch dong. Want ja, je kan natuurlijk gaan protesteren, dat is een grondwettelijk recht. En we mogen mensen daarin niet hinderen, absoluut niet. Maar wat je wel kan doen, je kan mensen die dus allerlei protesten, et cetera, en petities komen aanbieden, kan je tegemoetkomen door naar die mensen te luisteren en in te spelen op met name die dingen die zij aan de orde stellen. Want dat is waar de vorige regering bijzonder zwak in was. Protest op protest, petitie op petitie, not nepsa. De man nek moeten uit Apaleis of uit het ministerie of zang. Foucault Archie. Bouterse kwam nooit die mensen toespreken. Hij liet je daar als een halve garen maar staan roepen en schreeuwen. Weet je wel, van wij gaan gewoon door. Zo kwam het over. Heel nonchalant. Dus deze regering kan daarin ook al een verschil maken. Nou, Santokki heeft al bijvoorbeeld een goede toon gezet door regelmatig naar het parlement te gaan. Dat is het grote voordeel op de heer Bouterse. Hij gaat regelmatig naar het parlement en dat hoort ook zo. Want je staat in de grondwet, staat in artikel 90. Je bent verantwoordelijk voor het beleid. Dus het is altijd een schande geweest. En ik heb het vaak schande over gesproken. Dat de heer Bouterse nooit kwam. Bijna haast nooit. Ik bedoel, het is gewoon onbehoorlijk naar het hoogste college van staat. Dat je niet verschijnt. En dat je niet komt verantwoorden wat je beleid is. En we daardoor ook geen zicht hadden. Nu zie ik Santokki gaan. En dat vind ik een grote belangrijke plus voor de democratie. Want zo hoort het. Je moet verantwoording afleggen van jouw beleid. En als hij dan daar is, goed, dan heeft hij de ruimte natuurlijk om zijn verhaal te doen. En dat stemt mij prettig. Dus ook in dat opzicht zeg ik, dat is een goed voorbeeld. Oké, probeer ook naar mensen die klagen, de demonstranten, de dingen. Kom hen tegemoet en ga in gesprek met die mensen. Maar is er reden tot het voeren van straatacties nu? Ik vind het niet verstandig, als je het mij vraagt. Ik zou in ieder geval niet naar het onafhankelijkheidsplein gaan. Omdat we weten dat dit de realiteit is van een situatie waar de regering mee moet dealen. En welke regering daar ook zou zitten, zou daarmee moeten dealen. Dus het is niet verstandig. En bovendien, de regering heeft aangegeven dat ze een crisisplan moet uitvoeren in de eerste negen maanden tot een jaar. Dus eerste 9 maanden tot een jaar, dan moet je ook daar rekening mee houden. Dan moet je ruimte geven aan de regering, weet je, om die dingen te doen. Het lijkt mij zinvol om daar rekening mee te houden. En niet direct te beginnen te stampen en te roepen. Ik denk dat met artikelen, met interviewtjes en allerlei mogelijke andere uitingen, je de regering elke keer weer kritisch kan volgen en een richting kan laten uitgaan welke positief is.